Bosbedden, droombedden in Nieuw-Leuzen. De meest complete beddenspeciaalzaak met de beste service. Nou mensen, ik zit in Lippenveld vandaag, in de Vogelaarstraat, B. Anton Siebert. Want dit is een man die die naam, overal ook in Lippenveld komt, dan kom ik die naam tegen. Dus ik denk, ik moet toch eens een afspraak maken met Anton. We moesten horen hoe Zilem eigenlijk in elkaar zit. En Anton, die vandaag goed, dankjewel. Graag. Fijn dat je zit. Ik heb ook een lekker kopje koffie met koekje. Direct dan weer van Dini gekregen. Dini is wel in de buurt, maar die wil een beetje beschut. Die is souffleuze. Oh, niet Dini? Ja, ja. Ook voor de kiezen. En ook voor de kiezen. Ja. Anton, dankjewel. Ik ga aan de koffie, maar vertel je dan ondertussen eens even aan de mensen van... Waar ben je eigenlijk geboren? Ja, ik zeg al, ik ben thuis geboren. Ben je goed in bed? Op thuis? Ja, thuis. Vraag van acte. En thuis was op A150... In Lippenveld, wat nou aan de post gewoon weg is. Juist. En dan waarom ook langs verbieden kerken. Ja. Richting industrie. En dan heette eerst Henk Luckenberg. Nou, denk maar. Dan ben je Henk Luckenberg, die grond, dat stukje grond. Daar ben je weer geboren. Okay. Wordt heeft eens in Heuberg erachter gesloten. Daar hebben vroeger onze boerderijen staan. Oh ja. Hoe vader en moeder die aan door een boerderij. Ja. Direct achter de kerken. Ja. Ja, dus ik kon regelmorgen naar de kerk vroegen. Ja, ja. En kerk, maar kerkhof was er ook al wel, neem ik aan toe. Ja, 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 ja. Ja, dus, dus doorachter. En dat was een boerderij. Dat was een boerderij. Waar Mjolders huren van iemand die de Rolte. Ja. En dat was eigenlijk twee gebouwen, zeg maar, een boerderij en een schuur naast elkaar met een verbinding. Nou, en dan de zomer er binnen kwam, dan kwam hij via de kokjes. En dan ging je door de schuur als het ware heen, naar de wc, toen zijn we dan de pleer. En dan had je de verkjes en de perenstal, de kalverhoog. Maar als je naar de boerderij ging, in zo'n halligie, verbieden gutten, en voor de pompen steun, en voor de kaddering kon, dan had je door de dellen. En dat stond nog een koeien in de winter. Alles in, eigenlijk onder in de kamer, ja, in de kamer, de vuurkamer zeg maar, die zat dan ook in de boerderij. Daar heb je een boomdeur in. Met de boom daarheen, de slokkamer die voor de dienst zijn weer vroeger. Ja, want die sloopt naar boom de kelder. Maar je kunt nog heel goed, daar aan de andere kant van de kamer, daar hij de deur naar de slokkamer. Daar sloopt mijn vader moe. Daar heb je bedden voor twee van mijn broers. En dan sloopt mijn drie nog in de bedsteen. En dan lucht dat er nog één onder de schoorsteen. Nou, mooi hem optellen, hè? Want hoeveel kinderen waren er bij jullie dus? Totaal 13. 13 kinderen? Ja. En die waren ook op enig moment allemaal in huis? Ja hoor, ja ja. Ja. Dus vader, moeder en 13 kinderen? Ja. Dus 15 mensen. Dat is, en die jij dan als volgt verdeeld, de dienst die lagen aan de ene kant, begrijp ik je goed onthouden? Dus daar waren er hoeveel? Ja. We hebben 7 meisjes, 6 jongens. 7 meisjes? Ik was de eerste jongen. 7 meisjes die lagen op één kamertje? Nee, 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 nee. Hoor dat niet? Nee, je boom de kelder, hij heeft een slaapkamer, die sloopt ook 2 of 3. En hij had nog een bedstee in de kamer. Dat sloot er ook een paar. In de kamer? Ja. En dan... En op een bepaalde leeftijd waren de kleine meisjes, dat ging ook in de grote slaapkamer, die ging ook naar de andere kamer. Ja. Ja. Maar je mocht langer bij je vader moeten, want die waren de jongste, denk je? Nee, nee, ik ben niet de jongste. Nee. Ik zit de bureau tussen niet. Ik heb 5 medeboom in. En daarom ik op de rest. Maar ik was de eerste jongen. De eerste jongen? Ja. En hoorde die later van tante Rick, van een Willem, hè, beheer van mijn vader, dat je in de buurt de deur als er een geworden is. Ja. Nou, een meisje. En ik had erop zeggen, ik kwam weer. Weer een meisje. En nog een meisje. Dus het niveau van de boodschap, zeg maar, een bepaalde teleurstelling. Ja, en nu is het een jongen, ze zeggen. Oh. Oh, die man was voor de kring. Dus die waren heel blij met hoef. Blijkbaar. Extra blij misschien wel. Ja. We voelden ze goed dat van want de eerste staan er dus 5 meisjes, maakt dat ja, goed. Jawel. 5 meiden. Dat was op zich al uniek. Maar toen was hij nummer 6 dan de jongen. Ja. En toen kwam er nog. En toen kreeg ze smaak zo te pakken dat er nog. Juist. Ja, nog 7 zo goed.
Ik kwam nog vier jongens meer. Ja. Drie jongens meer en dan een meisje, weer een jongen, meisje, weer een jongen. Hoe herinner je je die tijd, dat je klein was, zeg maar zeggen? Welke jongen praten we over, Anton? Wanneer ben je geboren? Ik ben in 44 geboren. 44? Ja, dit aan het einde van de oorlog. Ja. Ja, daar weet ik niks van. Dus mijn eerste herinnering, dat is een beetje eind jaren 40, begin jaren 50, schat ik in. Ja. Hoe was dat toen in zo'n groot, want dat is toch een groot gezin? Dat was een groot gezin. Wat herinner je je ervan? Nou, daar heb je elkaar aan tafel gezet met een hele grote groep. De tafel, dan had je een bank, die had nog maar geen stoel, die had nog een bank. Deze kamer, die kamer van de tafel. En dan zet je hem op. Nee, maar dan kan je er meer op. Ja, zijn die wel met 15 naar Eindhoven? Moest dat tegelijk in? Nou, of die 13 zet nou tegelijk in, dat weet ik niet. Maar die andere zusters, voor mijn jongste broer was, die gingen werken. Die moesten verdienen. Dat kostte geld. Ja. Oh, en bij ons was armoedproef. En dat weet ik nog niet, maar onze keer, wie aan iemand luistert, die schoenen aan hem naar school, meestal klompen. Nou, vroeger... Schoenen na uren, hè? Ja. En wie kreeg hoeveel kleding van de familie van ons, hè? Ja. Van de neef. Dat was wel eens... Ik naar de kerk ging, de jas uit en iemand anders, die trak hem eraf. Ja. Ja, zo ging dat. Nou, je woont vlak bij de kerk, dus we mogen regelmatig naar de kerk. Lopen, borst. Zo ging dat. Ja. Maar je... Nooit meer zien naar de mensen. Nee. En toch zo dicht bij de kerk. Ja. Ben je erover afgekeurd? Ik denk het. Ja. Of, nou, ik wil bijna zeggen of hij broederdienst, maar mijn broer is wel een kleiner, jongere. Nee, andere broer van mij broederdienst, dat is alweer het feit dat er al een paar in de militairen zijn. Nou ja, precies. Nee, ik denk dat het veel meer te maken heeft met, nou ja, qua kwaliteit van voedsel. Niet altijd een collectief, misschien in de zin wel puur natuur. Nee, want hij heeft de boerderij, je hebt een overheid voorzien. Maar ik was van bloedarmoede. Okay. En dat kan niet, hè? En dat kan je ook flauw van, op risico. Oh, dan voel je wel eens flauw als je zegt. Ja, dat kan je vaak nog flauw van. Ja, vaak genoeg. Jawel, jawel. Maar gewoon als bezoeker? Ja, ja. Doordat je te lage bloeddrukken? Vermoedelijk. En dan heb je een bepaald moment, hè. Jongens, geeft goed, geeft niet goed. Dat is altijd zo, hè. Hij denkt dat het niet goed ging, dan geeft het. Ja, spanning erop. Ja, ja. Maar door de wij hebben mooi vrede van business gaan, of hij het wel graag dan? Oh, toen vroeg mijn kameraden, dan deed je van alles nou, hè. Wij zagen, dat ging niet doen. Kleine kinderen doen het nog vaker, hè. Ja. Ja. Dus ging ik ook wel business van. Ja. Maar dat is altijd zo. Als je niet mag, dan doe je het. Nou, maar dat mocht toch, hè. En dan vroeger... Oh, zo, je mocht hem niet in de kerk, nee, precies. Nee. Dat is dus op een gegeven moment... Als we vader, moe en Malik waren, en wie stond erbij? Nou, dan wil ik wel eens Malik. Nou, dat mocht ik niet. En toen ik kom, toen word ik niet meer. Ja, ik kwam er niet meer vanaf. Had je nog een speciale rol ook in het gezin? Je bent de oudste man op een gegeven moment. Nee, dat heb ik niet zozeer gemerkt. Nee. Maar ik kon wel merken... Het was al die werking op de boerderijen. En toen we weer de sport kwam, dat was allemaal voetbal toen. Hm. Ik ben wat later begonnen. Ik heb alleen maar in het aardigste voetbald. Mm. En die andere broers, die ben wat jonger begonnen. En dan moet je zo, dat is eerst altijd niveau met knol trekken, eerlappelgaar, roge benen, wat anders moest er gebeuren. En ook peerdingen. Op peerdingen? Nee, niet op het peerdingen, nooit op peerdingen zetten. Nee, op de koren. En dan moet je bijvoorbeeld kunstmest streuken. Oh ja. Die vaak streuken. En die zag dan de lijn van de bandenspoor. Oh, als het niet recht was. En tot het laatste moment dat het veert vlak verbroken was, dan mocht je pas drijven. Dan geef ik de teugels door de haan van, zo moet je het doen. Die vader was erin en van, ja, strabant. Ja, ja. Strabant, dat is een mooi woord. Die moe was er, wat strabant. Strabant, ja. Die moe was er, ja, zachter. Zachter. Was ook van de slimmer, een tactische. Ja. En dat lukt ook op een andere manier, vroeg nog, hoe je moest lusten. Ja. Ja. Hoe deed ze dat dan? Nou, dan kon we hem die nerm pakken en dan, nou. Daar voelt u bij. Oh, toch wel? Ja. Dat is ook wel beetje. Dan vroeg ze niet het niet. Ja, nee. Heel zachtjes. Ja, nee. Was, Maar als, ja, ik kan me voorstellen dat die tijd bij de oudste zoon op de boerderij, dus dan ben je ook het eerste mee. Ja, en mijn broer die won nog wel even voetbal dan ik.
No. Dus dan zeg ik, oh, gooi je maar de voetbal, dan gooi je papier erin. Ja. Maar die kon ik niet zo hoog doen. Maar dan kon je ook mooi de boerderij overnemen. Of, Zat dat niet in? Nee, maar dat is net wat ik ook zei. Op een gegeven moment, dan word je niet meer maar de muur. Ja. Dus op een gegeven moment, echt eraf, hè? Ja, iets. Ja, het moet ik doen, vroeger. Waarschijnlijk is dat de oorzaak geweest, dat kent ook niet meer. Ja, die boerenbloedtuur eigenlijk. Nee. Mijn vader was het ook een Ollewitse boer. Ik weet nog, met een bollaard, dat Leur met goede jonge zus kwam. Ja. Maar dat mocht je niet zien, hè? Oh, nee, om de drommel niet. Want? Ik moest achter de deur, dan mocht je weten wat er gebeurt. Oh, dat was te seksistisch. Ja, dat woord ken je toch niet. Nee, maar we zijn nu 2016. Ja. Oké. Okay. Maar goed, je hebt wel alle boerenwerk gedaan, merk je ook wel melk, denk ik. Ja, oh ja, heel lang nog. Met de hand? Ja, met de hand, jazeker. Dat is hele vingers van kring. Of machine ook nog? Nee, even nooit uit. Dat kan ik niet meer. En moesten jullie op een gegeven moment ook weg door, zo, want die zaten vlak bij de bodem? Nou, niet vanwege de uitbreiding van het industriegebied, dat niet. Nee, de huurbaas die kwam op een gegeven moment, dan zei van, joh, dat moest maar eens een keer. Wat gebeurt je onder de boerderijen zelf gebeurt? Oh, okay. Achteraf hoorde ik, ja, onder de mond van. Toen ze het verkocht, moest gaan doen. Toen moesten jullie verhuizen? Ja. Hoe weten wij daarvan? Naar de andere kant van het kanaal, richting de Wolda. Wolda zoek. Ja. Maar de Wolda is weg. En weer een nieuwe. Het was een boerderij, het was een andere man en vrouw, die weer binnenkwam. Toen is die man al overleden. En een aantal jaren later is die vrouw ook overleden. Dat was een klein boerderietje. En ik weet nog wel, er kwam nog een paar koeien. Ik kwam de pin van die paar bundel groot. En toen de laatste koe wegging, zei mijn vrouw van, nu ben ik boer af. Ja, dat was echt boer. Was er helemaal geen opvolger? Nee. Want die hebt nog wel een partij breus, maar er was niemand die boerde. Nee. Ik ben allemaal, ze hebben allemaal technische beroepenkeurs. Ja. En iedere zus die morgen vroeg, noord, je stedelijke wold, dat was een huishoudschool, middelbare zusters. Ja. En we mochten naartoe, die kon heel goed leren. Ja. En die heeft een jaar overgeslagen naar school en toen mocht nog dit doen. Ja. Maar goed, dat heeft ook voeten genoeg in aardheid, van dat kost ook geld. En, ja, dus dat was voor de rest was dat niet weggelegd. Nee. En, nee, maar boeren hoe je toen ook nog niet verder leren, maar dat zat toch ook niet echt in bloed dan? Nee. Zo'n boerenvader heeft de boerderij beëindigd. Ja. Maar, oké, en ben je ook in Limburg op school geweest? Ja, denk ik. Die moest, naast de kerk en de jongensschoolen, naast de haven zijn en Klein Meuleman, en ik doe het hoek. De jongensschoolen? Ja, dat was de jongensschool. Zat er alleen maar jongens op? Ja, er zat alleen maar jongens op. Ja. Dat was de hele hartschool. Wat toen later de hele gastschool ervan is. En de meisjes die gingen? En de meisjes, Maria die gingen naar de Maria school en dat was aan de schoolstraat. Die moesten de weg over. Ja, en later werd het wel gemengd, toen werd de vorstelijke school. En toen, heb je nog op de jonge school zitten, echt alleen de jongens? Ja, alleen de jongens. Ongezellig. Dat was genoeg te beleven. Wordt toch, hè? Ja, maar. Ja, wat moet je, hoor. Oh, dat was ook weer nou, als je bij de meisjes komt, dan moest je eerst de weg weghouden. Of interesseert hoe dat niet doen? Nou, toen zijn we niet meer bezig. Nee. Wie was toen hoofdmeester? Wat? Ja, dat was Nagengast. Nog een keer. Meester Nagengast. Nagengast? Ja. Ja, voor heel veel mensen is dat natuurlijk een bekende naam hier. Maar voor mij is dat nieuw. En dat was de baas van de jongensschool. Dat was echt de baas van de jongensschool. Ja. Ja, die liet zich ook kennen als baas. Dat was het begin van het herenkoor. Oh ja. Ja. Ja, zo, dat waren natuurlijk vaak echt notabelen in het dorp ook, hè, zeggen mensen. Klopt. Hij was helemaal zo'n notabele. Ja? Ja, hij was echt een wel een meneer. Waarom? Nou, als hij gaat, is die meneer verlopen. Hij had een probleem met zijn in de been. Loopt op de bank. Maar hij is echt de man van de school. Ja. Het gezag. Dat gebeurt hem ook. Ja, waarom herinner je hoe dat zo? Hebben we ook ten ongebruik? Nou, nee, maar dat. Nou, nee, dat weet ik niet zo. Ik dacht vroeger dat ik bij die zin kon. En ik weet nog wat.
Ik had al die goede cijfers zien, tot ik bij hem kwam. Toen ging hij niet van achter nog weer. Nou. En dat is ook wel. Ja, dat klopt. Die teleurstelling die jij ontrolde. Ik durf me, ik ben nooit meer in de koor gaan zingen. Nee. Ik zit wel meer in de kerk, maar dat is een ander verhaal. Je hebt er nog steeds eigenlijk het trauma van. Ja, zo bedoel ik. Echt niet. Nee. Goh. Nee. Een broer van mij is een dirigent. Dat is in de koor. Maar, nee. Nee, dan ben ik weer in de kerk, veel in de kerk. Die paar keer daar we samen naar de kerk gehouden, ook als ik maar de bibliotheek ben. En dat is door de weg al die werk, ik heb van u zelf. Dus in de weekend nog een bibliotheek naar de kerk doen. Ja. Ja. Maar de school, was het een leuke school, een jonge school? Nou, nee, dat vond ik vroeger niet. Ik kan me herinneren van dat het toch wel een beetje streng was. Want hij ging koolhok en hij deed niet goed door aan. Nou, dan ging koolhok in. Dat was niet prettig. Dan was ik een beetje bang voor mij. En vooral in de tijd van de Zwarte Piet, zeg maar. Een grote zolder erop, daar kwam je ook nooit. Mooi dat ik niet kom. En niet goed door aan. Dat ging ook. Ik kan me één keer herinneren, toen was ik wel zeker door vrienden. Weet je zeker? Ja, zeker. Nou, die waren ongelukkig toch eens niet. En de andere dag kwam het goed, waarom wij er niet? Is hij weer tevreden? Wordt hij nog gestaan? Ja. In de hoek. Ja. Dat was het voorportaal van de kool, toch? Nee, dat was in de school. Ja, ik zag zelf bij. Jawel. Maar dat, nou, dan keer in de hoek moest je deur naar het kool nog. Je hebt zelf niet in kool nog gezeten? Nee. Maar... Ik was wel wat terug, zeg. Ik kon wat halen. Ja. En ik vind het maar dat allemaal in de regen moest gaan staan. Allemaal te beuren. Naar binnen, wat de klas betreft. Dan ging er een bel. En dan mag die klas, en dan mag die klas. En lijf straffen me aan die toen ook nog. Dat je een tik kreeg of een... Over de vingers? Ja. Gebeurde me. Jawel, een lineaal. Met een lineaal? Ja. Van hout? Jazeker. Ja. Jawel. Maar hier niet. Daar heb ik verder niet aan het leren. Nee. Oké, maar dan heb je de jonge school, dat was tot en met 12 denk ik. En door nou bij een volgende wie ze had? Ja, naar de Ambachtschool. Daar had ik misschien wel Mullo willen zetten. Dat hoorde ik dan later, hè. Maar goed, dat kon niet. Toen ben ik naar de andere school gegaan. In Rode. Dus Timmerman, door het desvak, burger voor de kozen toe. Ja. Nou, hij is niet voor de kozen. Nee, ik wil ook net zeggen, voor de kozen niet. Daar was nog bijna overleg. Ja. Waar kun je naartoe? Nou, doorheen. Een andere broer van mij die net onder mee kwam, die ging dan bijvoorbeeld naar de oude smederieën. De metaaltechniek. En een andere broer, Timmerman. Die hebben we wel ja. Ja. Maar mocht je door binnen dan wel zelf een beetje kiezen? Nog? Hij bouwwon of metaal? Of won dat ook door een vraag? Ja, ik denk dat het een klein beetje gestuurd is. Ja. Gewoon met hem. Het is niet zo dat je al met 8, 9 jaar al druk aan timmen bent. Nee, dat kan ik me niet herinneren. Nee. Oké. Dus maar goed, je gaat naar Rolde toe om timmerman te maken. Ja. En was dat en bevult dat goed? Dat vond ik wel leuk. Oh. Ja, dat vond ik best leuk. Oh, okay. Maar ik heb altijd gezegd, als ik later een hobby heb en het niet heb, dan ga ik hoop draaien. Met een aantal dan doen. Ja, ja, ik ben een keer begonnen hier, maar dus in ieder geval van de kom. De tijd was er niet meer. Hmm. Nee. Maar het hout werken in de bouw, dat kan ik nog steeds. Yep. Als je de houtlucht hebt, heerlijk. Prachtig. Heerlijk. Ja. Yeah. Dus het was echt een ambachtschool, door echt leren timmeren. Een vak leren. Echt als vak. Ja. En door nou ook de bovenin ervan? Jawel. Ik ging altijd op de fietsen en die witte me daar soms. Wie waren mijn vriend? Wie waren altijd de hardjagers nu? De doodjagers. Die fietsen iedereen voorbij. Ook al de velden lagen weg. Maar we waren altijd op die school. Ja. Konden ze gek gewoon, weer of geen weer, op de fiets. Wie waren dat in je met? Nou, dat was Jan Holtema, die woonde ook aan de Postelweg. Dat was Kees Huisman, een broer van Dini. En dat was Gerard Kogelman. En later kwam er ook Gerard Keerbrink bij. Die kon ook machtig fietsen. Met 4 jongens. Ja.
aan jullie soort traditie van weef iets alles voor weg. Ja. En wat voor weg ging je dan langs? Waardoor de achterkant weg is. Dan zie je de ellende. Tegenwoordig fietsen de jongen van langs het kanaal. Ja. Ja, de rechter. Maar was die weg al hard toen? Toen je dus appels ging? Ja, zeker. Oh, de weg. Ja. Ah, oké. Okay. Dus kun je lekker hard jij. Ja. Nou, toen ben ik de bouw in gevangen. Ja. Ja. Hoezo? Wie Hutten. Hutten? Hutten, ja. Bouwde die Hutten. Dat was Nol Hutten en Jong Hutten. Ja. En ik weet maar dat ik naartoe gestuurd ben. Ik ben zelf op sollicitatiegesprek. Waar zat hier? Je zat aan de stationstraat met een woning en een bedrijf. Je zat er achter die woning en net uit de ingang vanaf de Nieuwstraat. Vroeger ook in de buurt van de Sippingsteeg. Ja. Ja. Dus het was heel dichtbij waar je geboren bent. Ja, ja, klopt. Ik moest alleen de andere kant van, van de grote weg. Ken het bedrijf al? Van de... Nou, ik ken. Was dat maar of was dat geen oud bedrijf? Jawel, jawel. Nee, ken hun. Hun? Hun, dat bedoel ik met van, we gaan ze boomzagerijen, zo'n lintzager, waar die een boom omhoog leggen, hoor. Joem, 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 zo ging dat de hele dag. Ja. Jammer dat er toch helemaal geen foto's van bent. Plankenzuin, zeg maar. Plankenzuin, ja. En dat deed dan eerst Blond Hutten en later deed Herman Hutten en de Jong Hutten deed. En dan mogen we zat om die boom op de leiding te gooien, in de afstand, met zo'n malle Jan, twee vrienden, langhuis. Maar de buurt stond ook een circus daar. En dat hebben we bij ons aan knallen. Ja. Wanneer ze door gaan zijn. En vooral als ze vastgelopen. Naar Volt zijn, dat klemt. Ja. Dat wordt vastgezet. Ja. Er zat nog geen spoon meer zachter. En dan, daar ging ik weer. Joelen! Dus toen kwam je. Toen zag je pas hoe het eruit zag. Ja, ja. Ja. In de werkplaats zelf, daar heet allemaal olle machines. En de bananen erin met die grote riem. Een as, warm over de zolder. Een nobele waai. Wat ging je doen toen je er kwam? In de werkplaats? In de werkplaats. Van de 4 jaar die ik in de bouw gewerkt heb, verder ik naar militaire dienst ging, werd ik nou gemiddeld 3 jaar in de werkplaats werken. Ja, ja. In New York in de bouw. En wat deed je toen in de werkplaats? Echt in mijn werk. Ja, voorzien mij? Ja, voorzien deur, trap, van alles. Ik had een leermeester, Heen Schuurma. Ja, dat was ook een echte arbeidsman. Dat is geen ondernemer, maar een arbeidsman. Echt een PNA'er. Wat is het verschil? Nou, die echt voor de arbeidsopvang. Dat lag hem heel zwaar. Okay. Ja. Wat merk je dat? Nou, die had ook al die over de nul. En toen zeggen ze, ja, de nul, ik zeg, man met een kop en verstand. Ik zeg, maar hij moest iets beter gebruiken. Oh, dat voelde hij altijd goed. Nee. Maar daar heb ik nog van geleerd. En dat ging zo ver, dat ik zei van, als ik later stop, wil je dan? Desnoods ook de eerste man in de werkplaats worden. Desnoods van? Nee. Nee. Vlak voor de militaire diensten kwam, kwam onze Herman, die werkte op Jutten. Hij moet even bij de baas komen. Oh. Ja, nou, dan zullen we het even vragen, hè. Dat deed hij niet. En vroeger wil op kantoor open. Nou, op kantoor. Ik dacht, timmeren. Nou, ze hebben er akkoord over gehad, sowieso, dat en dat. Toen werd ik nog wel een meisje. Maar ze miste gewoon iemand die ook kennis van de bouw had. Ja. Yeah. En dat toch met een gevoel die op die stijl zat. Yeah. Ja, wat moet ik dan met? Toen kwam ik thuis, toen vertelde ik de Timmy vaar. Van, nou, ik ga bij je hutten op kantoor komen. Op kantoor? Dat is geen werk. Nee. Dat is geen werk. Nee. Maar goed, als je het met verdienen kan, nou ja, vooruit dan maar. Oh, dat was goed. Dat was goed. Ja. Ja. Nee, wat dat betreft, ben je ook met de schuur nog, dat heeft te maken met asbest. Van die dikke platen, voor de warmingsschuur van asbest, moest je zaag, stoel, stofbellen. Dat ging gewoon een keer dichter zitten. En dan waren we wel eens jaloers op de deur die bij de kiefde werken. Want dan kon ze het nat zijn. En bloem moest een dreur zijn. Dus ik kreeg al die stoffen erbij. Ja, dat is niet de vensterperiode. Nee. Of vensterdagen moet ik zeggen. De periode was zo goed, maar de dagen niet. Het was toen nog niet bekend dat het zo slecht was waarschijnlijk. Natuurlijk niet. Alleen het was lastig. Ja, ja.
Ja, en geen bescherming. Niks. Dat was er ook niet. Dat is wel de later komt. Gelukkig heb je er niet last van gekregen. Dat weet ik toch niet, maar kan nog 40 jaar, kan het nog. Ja. Ja, onlangs nog gebeurd. Ja. Ben je bang voor? Nee. Okay. Nee. Je hebt niet zo langer dan natuurlijk, het scheelt wel, hè. Dat klopt. Ja. Wo was dat in dienst dan, Anton? Dat was in Ossenbroek. Oh, in Duitsland. Ik ben begonnen met de opleiding in Nijmegen, in Lokmaar. Aha. En door nou, mogen we naar Ossenbroek. Hey. Wat was dat? De groep, eerste groep geleden wapens. Dat was de Nike-raketten, hier stond het voor. Nike-raketten? Ja. Die zaten in de Engelse kazerne. En elke dag in de toekomst naar de site bracht, zoals het nu bent, de lanceringsinstallaties. Nou, dan moet je spullen onderhouden. En dan ging het oosten. Dat was een functie? Ik was ook iemand die bij de groep geleide wapens voor de lancering. En maar wat moest je dan doen? Nou, de raket de loods uit en dan op de rail. Dan moet je een kloor maken voor de lancering. Nou, dan ging de bunker in. En als er alles goed was, dan kon ze zeggen, nou, ga maar. Dan gebeurde niks. Nou, je moest altijd paraat wezen. Maar dat heb je wel vaak oefend, neem ik aan. Ja, zeker. Ja. Ja, toen was het echt nog zogenaamd... Koude oorlog, hè? De Koude Oorlog. Maar al die tijd is er niks gebeurd. Die raketten werden niet officieel naar buiten de westen, denk ik? Nee, nog niet. Ik heb ook nooit op scherven staan, hè? Nee, die niet. Nee, kom hè. Ja. Nee, maar je hebt niet meegemaakt dat het werkelijk heel spannend is. Nee, moest net doen, de stekker, dan moest ik dan doen, de stekker in de stopcontacten controleren van de kabels aan de sleutel maken. En als dat zo was, dan moest je ook dan melden en dan ging ik binnen. En de commandant die geeft wel het goed doen. Ik heb wel de mogelijkheid hard om naar Amerika te gaan om echt te oefenen, want toen ben ik ziek. Toen kreeg ik een ziekte van Pfeiffer. Ach. Ja, dan moest ik naar het militaire hospitaal in Utrecht. Anders wij als militair waarschijnlijk naar Amerika. Ja, mijn kameraad die in dienst, we vullen maar samen een oefening, die mocht en ik niet. Ah, toen wou je even graag wilt? Ja, mijn moe was er lief, had ik er niet aan om. Ja, dat is leuk. Ja. Dat is mijn moeders. Toen had ik kennis met Jimmy. Oh ja. Want hier is ook nog een keer op bezoek geweest in het militaire hospitaal. Ja, in Utrecht. Ja, onder het mom van. Dat was niet bekend, maar dan kwam mijn zus. Mijn tweede zus, Winnie, die kwam op bezoek en die kwam er mee. Die niet haar vriendin. Oh, leuk. En dan was een zus weer van mijn kameraad. Van Dorn. Ja, zo. Dorn kwam net bij elkaar. Ja. Nou, hoor ik door de naam Dini al een paar keer van. Dat was een meisje in Limmelveld en daar kreeg je via een zuster kennis aan. Dat heb ik dat goed? Nee, toen was de kennis al gemaakt. Oh, de kennis was al gemaakt? Ja. Nee. Toen ik naar Huppen ging werken, toen fietste ik altijd weer naar schoolstraat om naar het werk te komen. Ja. En Tini woonde daar. Nou, die zegt, ja, mij ook wel eens fietsen. En ik zag heel veel meisjes, van de beneden door de meisjesschool gaan. En ik weet het maar dan. Dat was een goede straat om te rennen fietsen, natuurlijk. Ja, inderdaad. Nou, Kutschool, in de middag, dan fietsen die meiden er wel eens langs. En Spielman had er ook een beetje een optie van een klein beetje te reageren. Ik kijk hoe ik reageer. Dat weet hij, of deze, of derde. Zo ging dat. Heen Spielman, ja. Ja, dat was een bijzonder man. Ja. Nee, maar zo is het op een gegeven moment. Dan komt er op een gegeven moment met de kameraden, de fiets weer door de straat of wat is. Vullen nog rood, dan ging naar de film en dan weer terugkwam, dan zong weer, dan fluit hij weer. En aan het hardste in de schoolstraat wordt hij niet moe, dan fluit hij niet. Volgens mij toch gedaan. Nee, maar ik heb een beeld. Oh, een beeld. Ja. Nee, dat was zo, ja. Ja. Nou, en op een gegeven moment ging je dansen, hè, met Jansen. Dansen bij Jansen. Ja. En dat was vlak bij haar huis. Ja. Ja. En dan ging hij zo door de toer, dan zorgde hij op de tip aan, want die moest nog op school. Hè. Tegenwoordig de grootste procent als toen overlopen was. Het had ook te maken met, Winnie was lid van de wandelclub. En daar ging ik nog wel eens mee als soort met hulp. Ook op het mom van. En
Hulp bij de wandelclub? Ja. Moet je dat ook terugstellen? Met de Tour de France heb je ook een verzorgdracht aanlopen, hè? Oh god. Nou, dat was dan hier boven werken, maar als... Wat zeg je? Want dan ging er met de fiets achteraan. Ja, met de fiets. Als er iemand iets viel van een wandelclub, die volgde me op. Ja, ja. Oh, dan ging je met de fiets en dan gooi je bij handen achterop. En dan ging je maar... Ja? En hier maar op, en dat zie je dan een blessure kreeg. Ja. Ja, zie je, vind ik wel, zit erop. Op internet vind je van alles. Dus ik heb ook gezien dat 1 mei 1970 voor jullie een belangrijke dag was. Ja, dus dat weet toen een van de belangrijkste dagen. Ja. Ja, toen ben ik getrouwd. Ja, maar je hebt me in het voorgesprek ook toevertrouwd. Dat is een beetje een verhaal bij me die dorm, hè. Want 1 mei 1970 zei, dat is de kerkelijke trouwdag. Ja. Het is nog weer anders. Bij de gemeente heb je iets anders. Dat klopt, maar voor de katholiek was de trouwdorp, voor de kerk was de trouwdorp. Dat was standaard, gewoon, was niet anders. En daarvoor was je al bij de gemeente trouwens? Ja, klopt. En volgens mij was het 31 december 1969. Volgens mij, je weet dat geen iets zeggen meer. Ja, maar dat was meer een formaliteit. Ik bedoel, dat deed dat in december en dat was belastingtechnisch interessant. Dat was belastingtechnisch interessant. Ja, want toen mocht je ook al belasting betalen. En toen je zelf in de salarisadministratie zat. Toen wist je waar het voordeel was. En dat betekent gewoon dat je voor de wet getrouwd bent. En dan mocht dat voor de hele jaar geld. En dat je een lagere inkomstenbelastinggroep had. Ja. En dat had ook te maken met de woning waar je dan nu nog steeds woont. Dat die begin. Ik denk dat Klaus al bij, maar de eindelijk gezet 1 mei waar nu weer inkomt. Ja, ja, ja. Dus als ik het goed begrijp, dan zei je, nou, gauw trouwen, dat is interessant, maar de woning komt gauw door en dan gauw voor de kerken trouwen. Ja, en dan is het ook het feest. Ja, ja. Dat is eigenlijk, ja, van... jullie vieren het nou ook op 1 mei altijd. Ja, hoor. Die andere is puur administratief gebeurd. Ja, dat ben je in principe aan het vergeten. Ja. Dat denk je nooit meer aan. Nee. En er zat een geboortedodem altijd uitgekomen in van. Ja, die geboortedodem, daar ben je nog geen buurtling, daar wonen net over in de vloot. Hoe zat dat ook alweer? Er was ook iets met een dodem, hè? Ik heb altijd mijn verjaardag gevierd, vroeger, op 7 oktober. Mag ik ook invullen, 7 oktober 1944. Toen ik een intrek van een bevolkingsregister moest hebben, dat was vlak voor militaire dienst, toen moest ik. Voor het gezeldiploma, dat was op Utrecht gevraagd. Gezeldiploma timmeren. Toen ging ik door met Harry Schuurma, en dat was een zonnige heen, ging ik door naar het gemeentehuis in Dalfsen, om dat ding door op te halen. Nou, het eerste was een vrouw van, wanneer ben je geboren? 7 oktober, 44. En duurde al langer. En dan was 7, kon niks vinden. Dan zei Harry, kijk dan eens op 6 oktober. Ik zei, nee, kijk eens op 8 oktober, want ik heb een brief van de militaire dienst uit. En dat ik noem is, dat heb ze daar fout, want dat staat 8 oktober. Ja, dan kunnen ze niet weg. Hé, 8 oktober? Nou, maar u zei, ik zei, dat is ook wat. Ik zei, want het is 7 oktober en dan kom ik daarachter dat het 8 oktober is. Nou zegt hij, mooi, het was nog net 7 oktober. Het was geloof ik 4 voor 12, 6, maar het was 7 oktober. En die vraag ik natuurlijk de andere dag naar het gemeentehuis, dat lang op die dat jong was. Ja. Maar al eerder hoor. Ja. En oh, die hebben ze gezegd, ik heb vandaag een zeur gekregen. Nou, dan hebben ze gezegd, vandaag is 8. Vannacht geboren. Ja. Nou, en dan ben je door, en dat is 8 oktober. Vannacht geboren, ja precies. Ja. En de ambtenaar bij het gemeentehuizen, die heeft dacht van, nou, die man is zo blij. 8 vannacht is na 12 uur. Ja, maar of niet 5 niet weten, dat weet ik ook, dat helemaal niet op belet dat. Nou ja, dat kan ook. Ja, de andere. Ja, precies. En 8 oktober, dan ging ik weer naar het werk. Nou, wanneer ben je geworden? Ja, vandaag. Vandaag moet je niet vieren, okay, maar dat was gisteren al donderdag. Nou, dan giet het verhaal weer. Ja. Nou ja, dan bent er weer Sinterklaas, dat is ook, hè. Die is ook 6 december, jorig 6. Die viert ook al die 5, dus je bent in goed gezelschap. Kijk toch eens af. En die man is heel onder hem, hè. Sterker nog, hij leeft nog. Hij leeft nog. Oh, hij leeft nog. En kijk eens naar mij. Ik ben ook al 1560. Dus je hebt die niet ontmoet en je bent getrouwd met haar in 1 mei 1970. Ben je dit huis gaan wonen? En de woning nog steeds. De woning nog steeds. En ik weet ook, er zijn ook wat kinderen nog gekomen.
Ja, 1971 is Natasja geboren. En in 1973 Veronique. Nou, 2 mei. 2 mei. En ja. Je bent niet net als hoe ver. Deur gewoon tot 13. Ik te vertellen, wat voor vrouw je daar? 2 mooie meiden. En ja. Woont hij nog in de buurt of zo? Toch wel redelijk in de buurt. Ja. De oudste woont in Broekland. Getrouwd. En de jongste woont in Rotterdam-Noord. Ook getrouwd. Mooi dichtbij. Ja. Ze hebben allebei een jochie van 11 jaar. En een meisje van 8 jaar. 2 keer hetzelfde ja. Setje. Ja. Ja. Dus 4 kleinkinderen ook nog in de buurt. Ja. Nou, de meeste opa's en oma's vinden het heel leuk. Ja hoor. Ja. Ja, best wel. Ja. Ja. Nou, mooi man. Allemaal gezond? Gelukkig wel. Ja. Ja, gelukkig. Ja. Gelukkig. Ja. Ja. Ik ga even met hem terug nog even naar het werk, want we waren net zo'n beetje op het kantelpunt. Hè. Je waren in de bouw begonnen en toen ging je naar kantoor. Maar dat was al na militaire dienst. En toen ben ik later naar Dalsen gaan werken. Ook in de bouwbedrijf. En ook zal de werk weer. Tekenen niet, tekenen niet. Hildenkamp, was dat Gerard Hildenkamp? Hildenkamp, ja. Ja. Daar heb ik een paar jaar werk. Toen heb ik ook begroting gemaakt. En ik weet niet wat die man begroot met, nou het kost zoveel. En toen zei hij, waarom doe je het niet op uren? Op uren? Ja, dan hang je door het tarief aan. Nou, dat hebben we later ook over genomen. Dat viel me heel goed. Oh, dat is mooi werk. Dan kan ik nog beter controleren wat er allemaal gebeurt. Door veel was al die aan hem? Ja, dan zeg ik, nou een dag kost zoveel. Ja. En dat. Met sociaal lasten, dat moet je zo wel opbrengen. Maar niet gerekend op productie, hoeveel dat doe je. En dan ging ik een no-calculatie doen. Ja. Ja, dan wist je op een gegeven moment van, waar zit dan het verschil, in de uren of in het materiaal? Ja. Nou, verdiensten moesten zitten in de uren. Ja. In de productie, daar ging het op. En dan ben ik ook weer weggegaan. Omdat hij op een gegeven moment zei van, nou, ik kreeg een vrouw. En ja, dan ga ik kantoorwerk zelf doen. Maar dan kwam die vrouw. En toen ben ik in de Mutten terechtgekomen. Hé, hey. Ja. Dat is een hele wieder. Ja, dat was helemaal iets te vroeg, want toen was het nog niet zo wel dat die vrouw er kwam. En toen werd ik een hele zware jongen. Ja. Dat was heel zwaar. Ook een bouwbedrijf? Nee, dat was in de groene weg en waterbouw. Dat was een bedrijf, die kon niet zo goed boekhouders houden. Toen ik wegging naar een aantal jongen, was ook degene die het langst gebleven was. Dat vond ze ook jammer. Maar dat ging dus van zijn vroeg naartoe. En dan kwam ik zo op later weer. En dan moest je nog weer leren. Dus de kinderen zag ik niet zo vol. En die was de hele dag met de kinderen op pad. Druk, opgroeien. Maar ik heb er heel veel geleerd. Toen kwam de computer ook in beeld. Toen had je ook aan mijn werkadministratie te maken. Hè, begroting, calculaties. En ook echt de werkadministratie met de kosten. Hè, op uren en op. Tarieven van de machines die we hebben, graafmachines, vrachtwagens, van alles. Maar je bent er niet altijd blind, want... Nee, want toen kwam op een gegeven moment die mijn vader een keer met een advertentie de krant. Boekhouder gevraagd, Rooms-Katholiek, regionaal bejaardencentrum, de Vloedgraaf in Heino. Kijk, daar was al een stuk dichterbij. Ja, of dat niet wat was. Dan was die drukte ook een beetje achterwege. Ja. Ja, het riem ging tegen met hem voor de rest. Nou, niet zoveel aandacht, dan besteed ik, ja, met de volgende werken. Dan ben ik zelf met de ouderen. Ik ben op vakantie gewoon naar Meersen. En ik kom thuis. En die pakt spullen. En wat kom je te graden? Die advertentie. Andere dag, sluiting. Ik heb zondag een briefgeschreven. Toch maar doen. En toch maar doen. Nou, sollicitatieprocedure. Ik weet het wel, een stuk of 20 of 40 waren, dat weet ik niet meer. En daar ben ik nu gekozen. Ja. Ja. En een van de. Welke jaren nou dan ongeveer op? Hoe zitten we nu in de historie? In 1978. 78. Ja. En ik weet het wel, dat. De voorzitter, dat was Gerard Schulte. Die zat toen een zaak voor de Hiermit AVDB, CAVV Hengel, Levende Veld. En waarom ben ik gekozen dan?
Dan zei, laat ik iemand tegen je zeggen, maar ik kan bedoel een goed neus. Ja. Nou, dat had te maken met mevrouw Moer, de opvoeding. Ja. Ja. Ja, dat waren hele mooie jaren. Ja? Ja. Oh, jij hebt een directrice. Heel andere sfeer van de bouw. Oh, hè? Heel anders. Ja. Weer een schok. Die druk om te presteren en zorgen dat het allemaal goed liep, was heel anders. Je hebt een heel andere regelgeving te maken, ook een heel andere boekhouding. Toen begon de computer dan ook zijn interesse te doen. Ja. Ja, hetzelfde werk via administratie, maar geen werkenadministratie. Wel op basis van de begroting van wat kost de keuken, wat kost de verzorging, wat kost de huishouding, wat algemeen beheer en noem maar op. Maar weer een directrice, geweldig mens. Ja, wie was dat? Zuster De Veen. Zuster De Veen was nog een religieuze, he, die heeft de geloof van armoede opgelegd. Daar boven we vorige nog geweest. Ze leeft nog? Ze leeft nog, ze woont in Tilburg, in de klooster. Kijk. Maar dit was, voor zo'n mensen zo aan, daar was er nergens een machtsstrijd. Nee? Nee. Waar ben je dan? Nou, en de sfeer van de mens. De sfeer van de mens. Oh, toen hij in de vloed kwam. Toen hij in de vloed kwam. Oh, ja, ja. Ja. Oh. Ja, nee, dat was iemand die het had voor de mens. En wat betekent dat ze een gelofte van armoede had afgelegd? Dat ze nou, geen salaris kreeg of zo? Jawel, maar dat ging allemaal naar de congregatie. Maar dat oh ja, dat stappen ze dan af. Ja, dat interesseerde haar niet. Had er geen waar in bezit? Nee, telde we haar niet. De mens dan. Geen duur mantelpakje? Nee hoor, nee. Maar ze woonde wel in een woning, in een boerenwoning. Dat was gewoon vrij. Het was niet zo'n biddende zuster, maar een veel meer een bezige zuster die voor de mens ging. En dan kon je overal maken, in de sfeer overal mee. Kunt u bij nou joren, we zullen dan op wat management, wat ze dan tegenwoordig nu, wat ik van kennen gedaan, zullen we niet. Want ziekteverzuim, we hebben hier later van UWV, lag op een bepaald moment onder het gewogen biologisch middel. Zo goed was de sfeer. En dat zegt wat van zo'n organisatie. Ja, natuurlijk. Nou, maar ook, daar kon je van alles doen. Jij valt van elkaar over. En van boekhouding en papier, Anton zegt, daar ben je niet met bemoeien en financiën, dat regel jij maar. Zij zagen de sfeer in dus met de mensen, met de medewerkers, komt iedereen overweg. Altijd de positieve kant eruit, altijd een goed verhaal, altijd vrolijk, altijd opgewekt. Heel bijzonder, ja. Ja, en er was denk ik ook toen, nou schat ik in, maar heel weinig, van zo'n zaken verzorgend personeel. Ja, een directeur en iemand in de keuken natuurlijk, of twee. Ja, een hoofdkeuken. En hier, maar verder was er niet veel. Ja, we hebben een hoofdzuster, jazeker. Nou, een verpleegkundige. Nee, maar ik bedoel, buiten de directe zorg om niet zoveel staffuncties. Nee, nee, een paar mensen. Zoals tegenwoordig. Nee, nu de receptie zat erin. Ja. Ik deed administratie. Ja, het onderhoud van het gebouw. Ja. En dan de keuken, de huishouding. En wat doorleerde heb ik heel veel kunnen gebruiken in Leemend Val, nu wel zijn andere. Er was nog in een noodgebouw, achter de gymzaal. Ja. En dan 10 jaar van het noodgebouw moest er dan wat nieuws komen. En dat heeft, u denkt maar 50 jaar duur. Ja, maar dat heette toen al de mozaïek. Dat heette toen al de mozaïek. Ja. Ja. En toen kwam weer die nieuwbouw. Dus ik had wat hier. Dus op een gegeven moment ben ik toen weer in de dak met een nieuwbouw. Weer kreeg ik de gelegenheid en dat vond ik heel knap van de gemeente Dalsen. Dat alle betrokkenen die in de muziek zaten, plus de bibliotheek, dat moest één groot geheel worden. Dat kreeg ook weer te maken met een organisatiebureau, adviesbureau. En die ging op een gegeven moment ook aan het werk met ons. En die gaf aan van, nou zeg maar wat jullie wilt. Hoe wordt hem? Dat boven heel vaak in de gehoor. En de gemeente heeft ons door van de Rund in de gegeven. Maar dit eigenlijk. Dan tekenen wat ze wat doet. Nee, zeg Adolf, niet tekenen, dat doe ik wel. Dat is wel gelukkig, geef me nou weer wat. Nou, daar hou ik wel aan de geen. We hebben die man ook slapeloze nachten bezorgd. Dan ben jij in de oude muziek in een bepaalde ruimte. En hier kregen we weer een zaal. En er stonden twee van die lamlendige pilaren. Ik zei, man, hoe kan je dat nou doen? Pilaren in zo'n ruimte. Niet meer open ruimte. En geen belemmeringen daarin. Ik zei, dat moet ik niet, moet je nooit niet doen. Nou, uiteindelijk is dat gelukt. En ik weet ook nog verder, toen hadden nog schroeven, nee, een draaideur in mijn hoofd ingang. Ik zei, hoe kan dat nou daar? Een draaideur? In deze tijd komen steeds meer mensen met een rolstoel binnen, of een rollator, maar die binnenkomen.
Ja, maar technisch kon het niet. Nou, toch een briefscherm naar het college. Die bouwt voor de toekomst, hè. Ik zei, hoe ben je nog veertien? Ik zei, dat zal een beperking wezen voor de mensen met een beperking. De gehandicapten die het doen. Nou, uiteindelijk kwam best over van elkaar dat er toch automatische schroefdeuring kwam. Die kreeg ik heel veel geld vanuit de provincie en de vanuit Leerder was toen nog een adviesorgaan voor de provincie voor Europese gelden. Ja. Uiteindelijk is door ook een miljoen van binnenkomen. Toen dachten we, nou, dan kon ik nog iets meer doen, want het moest allemaal erg karig gebeuren. Mm. Er was een aannemer, Hansen, die had een concept neergelegd, een totaalplan in Leemerveld, nadat ook de winkel van wat nu de koop is, afgebrand is. Toen moest er één keer een totaalplan komen. Mm. Dat hebben we daar. Maar dat moest allemaal worden gekocht van de gemeente. En toen kwam er nu gewoon vrede. Mm. En ik weet nog wel dat ze zijn van, zeg maar, dan kan er door een stopcontact komen, door in de kom. Dat die architect zei van, mijn woorden moet ik hem nou weghalen. Nou, toen ben ik een beetje boos in de zin van, doe ik hier zoveel geld. En dan moet je nog begrepen op een stopcontact. Dus je moest nog knokken voor stopcontact. Ja, dan moest ik door weghalen en door hier naartoe. Maar dat was allemaal in uw functie als voorzitter van Zwol, hè? Ja. Stichting Welzijn. Ja. Want wanneer ben je dat dan? Want dat is al heel lang. Dat is een jaar later. Maar in welke periode? Dat is in 1990. Sorry, 1999. Nee, nee. Of 98. 97 denk ik, 98 ben ik toen begonnen. Toen ben je meteen later, voorzitter van Toen later ben ik voorzitter geworden. Ja. Ja, toen februari bij Tandas in Leemdor, die was voorzitter. En die had het project met Anker meegemaakt. Was niet altijd makkelijk verlopen, dus en dat is wel goed. Gestuurd en voor mij hoeft het niet meer. Ik heb genoeg in mijn Tandas praktijk. En als iemand anders dat was ook prima. Ja. Nou, we hebben die wel zijn al ook een. Dus je bent nu als hub die ook voorzitter van de club? Ja. We hebben ook een coördinator door in dienst. Die mevrouw die. Die heeft ook wat gezondheidsprobleem. Die is later in de ziekte begonnen, in de WHO, de amputatie. Arbeidsovereen op oktober zeg. Nou ja, toen zeg ik er zoveel in. Hè, want ik had er was vervangen. Met goedkeuring van de gemeente. Toen zei ik, ja, hoe doet u dat? Nou, toen met goedkeuring van de toen wethouder Gerlof Velders is er een oplossing gekozen samen met de financiële man van de gemeente Leeuwen Kortsteen. Nou, probeert op die manier die zaak rond te krijgen. Het werk wou daarna gaf de gemeente toch wel aanleiding van, nou, dat zit wel goed, dat komt wel goed. Er zit een stukje belangen in, een stukje bewogenheid. Nou, ik probeer het ook te pakken. Dus ik kreeg daar later ook een vergoeding voor het werk. Ja, ja, je nam eigenlijk het werk van de betaalde krachten over. Ja. Als bestuurslid zijn. Ja. Nou, we hebben een actief bestuur, vooral de secretaris. En die is later ook in de loondienst gekomen, voor een stukje administratie. Daar gaan we in 2010, ook door gezegd van, nou, noem het anders. En die is ermee gestopt. Want toen zaten we al in een nieuwe museum. Als cultuurhuis. We hebben daar ook extra geld van, van Europa. Ja. En dat betekent ook echt van nou, de groot maken. En er kwam zoveel verandering en regelgeving. Ja, maar dat moet niet meer op die manier doen, maar anders invullen. Maar ik ben er wel blij mee doen, steeds verder. Tot op een gegeven moment is het van, jongens, maar het is goed dat we nu eens een keer roleert. Dat gunt voor de secretaris, gunt voor mij. Voor de statuut naar me past. Dat betekent dat ik in april straks aftreden ben. Ik mag nog een jaar langer. Maar voorzitter en secretaris mag niet tegelijk aftreden. Dus nou, nieuw secretaris, dan treed ik in 2016 op af. En dan zit er zometeen aan te komen. Dus fonds, Johan, nee, het is noodweer. Dus je biedt erop straks na 18 jaar bestuurslidmaatschap, zeg maar. Ja. Want je bent ook wel een beetje het gezicht geworden natuurlijk van de club. Ja, dan kun je er alle dagen zitten. Maar je hebt ook meerdere functies, merk ik nou. Je bent dus en bestuursvoorzitter, maar ook een soort van medewerker, adviseur. Medewerker, coördinator, adviseur, noem maar op. Ja.
Nou, ja. 18 jaar gooi je ermee stokmantel, dat is toch ook wel een aderlating, maar ook voor jezelf enorm, en denk ik. Dan gooi je dan eenmaal stoppen ook met uw advieswerk? Ja, gooi ik ook met uitvoerend deel, zeg maar, gooi ik ook stoppen. Want, nee, want dat ook nog niet zo letterlijk gezegd, maar je hebt meer voorgesprekken over verteld. Je bent er eigenlijk elke dag. Ja, klopt, elke dag. Behalve de vrijdagmiddag. Toen ik 64 wat werd, ze zeiden die, nou, dan maak ik het maar eens wat minder. Dan ben ik begonnen met een halve dag. 4,5 dag ben je in de Mozaïek op het kantoor van de Zwol, zeg maar. En wat doe je er dan? Komt er dan continu mensen die je advies vragen? Ja, allerlei veranderen, allerlei gewicht. Maar met name van hoe werkt dit, hoe giet dit en kan je dit en hoe loopt dit? Ja, nu is wat voor giet over? Nou, ik kan over alle meningen gewoon, ik kan over woning gewoon, ik kan over inschrijven gewoon in Brugstede op het Anker. Kan gewoon over eigen bijdrage, kan gewoon over zorg, over mantelzorg, over de algemene hulpdienst. Voordien heb je veel met alarmering te maken. Maaltijden? Maaltijden, jazeker. Ja. Activiteiten, want jullie hebben ontzettend veel activiteiten. Ja. Dus alles. Nou, wat de extra activiteiten, wanneer is dus op een gegeven moment het koerswol gebeuren? Ik vind werken in Excel, een rekenprogramma, vind ik hartstikke leuk. Ja. Toen kwam op een gegeven moment de vrouw van Ben Baarslag en die zei van Anton, die zoekt hier, die ben ik met de computer al weggekaart en ook nog zodanig is die jongens help met organiseren van koersbaltoernooi. De sportrouw in Zwolle, die heeft er 10 jaar lang gedaan en die wilde maar stoppen. En toen zoekt een mensen die bereid zijn om een werkgroep zitting te nemen voor de koersbal gebeuren. Nou, ben ik de middag gewoon. Ja, en de interesse toont, dan ben je eigenlijk de klos, hè. Dat moet je gewoon niet doen. Maar dat is toch leuk werk? Ja, nou, hun hebben een organisatieprogramma in Word, in teksten werken. En dan kun je ook klemmen die in rekenen. Maar dat duurt nog maar veel te lang. De uitdaging is, als het afgelopen is, een wedstrijd of een aantal wedstrijden, moet je direct kunnen verwerken met bekeringsslag kunnen zien. En dat komt net niet. En dan kun je wel met Excel. Nou, toen ben ik erin gaan zitten en van Leverlee heeft te maken niet met het provinciaal toernooi, wat ik nog 13 jaar doe, de hele organisatie ervan. Ik heb behulp van die werkgroepleden en ik heb behulp van de mensen in de buurt die de zaal indeelt, maar daar zit hij onder papier. En ook wel mensen die makken brengt en haalt, dat gebeurt allemaal bij. Ja. Maar de hele administratieve organisatie, zeg maar, het toernooi, programma schreef, indeling, uitnodiging, bevestigen, alles klaarmaken van de ver, wedstrijdformulieren, dat haal je allemaal uit het programma. Dat doe je allemaal? Dat doe ik allemaal. Maar voor de regio bijvoorbeeld? Voor de hele provincie. De hele Overijssel? Ja, maar ook voor de regio, Salland, Verdal en ook voor de gemeente. Dus je hebt 3 toernooien. Voor de gemeente zeg maar 10. Teams van de VIP-vereniging. Teams, ja. Ja, Udalsen, Nieuw-Leuzen, Hoornhuist, Oud-Leuzen, Limburgveld. Hoe is de situatie voor ouderen in Limburgveld, als je nou zo even in het algemeen pakt? Zit door zorgen, zit door problemen of giet het eigenlijk heel goed? Het giet vind ik redelijk goed. We hebben het Anker, de woonvoorziening daar. Maar we hebben inmiddels ook Brugstedenkring en daar heb ik ook heel veel uren in zitten. Ja, zeker in de voorbereiding, dat heeft ook weer 10 jaar geduurd. Het was de bedoeling dat de tank er kwam met dat mensen wel langer zelfstandig zouden kunnen blijven wonen met enige hulp. Ja. Die hulp die is er niet kon, die capaciteit is allemaal naar Roosgaard teruggegaan. Ja. Toen door een kleine symposium van de hal. En er komt de uiting van jongens, wel zijn allen nog zelf voor de zorgcomponent. Dan zat plaats en belang voor een locatie met de gemeente. He, die hadden andere belangen. Omdat ik toch al kennis had met het werkveld, met de organisaties en met zorgkantoor, nou, dan ga je door naar praten. Want ik moet op een gegeven moment, dat is het begin van, wat is Leeuwendeveld? Leeuwendeveld was een witte vlek bij het zorgkantoor. Ze kenden het niet. En dan moest je eigenlijk iets meer hebben. En eigenlijk zorg met verblijf. Maar dat was het Anker niet. Nee. Dat probeerde we op een gegeven moment, maar dat is er niet van de kop. En toen ben ik
op de achtergrond aan de broodganger ligt. De zin van de meer toch zien dat je een organisatie zit die door al in dit gebied zit. Wat vakgebied betreft. Ja. Nou, we hebben lange proberen met Rozengaren. Tot op een gegeven moment net niet lukken. We hadden wat dat betreft goede ondersteuning van Jan Zeker, dat was van De Veste, in het Ommen. Die had dan de sociale woningbouw in Levendeveld. Die heeft wat Ankeren gebouwd. Ja. En die wilde ook wel iets bouwen. En daar had ik ook contact mee. Hij zegt op een gegeven moment, kwam in de mosaïek. Hij zei, doe maar, wie gaat die boom? De locatie die de gemeente in de gedachten heeft met plaats van belang. Oh, nee. We hebben een school gemaakt door Levendeveld. Je gaat bouwen hier in de plek waar Noord-Brusselieters die aan de meeste Goorstraat. Er hangt een bepaald gebied, hou steeds vrienden om. Door de mensen door blijven huren, dan kunnen jullie daar misschien nog een keer wat mee doen. Degene die er woont, die wil weer wat kopen. Dat is niet deur gewoon voor een bepaald gedeelte. Er waren twee woningen die eigendom waren. Dan één heeft gekocht en de andere woont nog steeds. Maar als dit uitgebreid zal worden met appartementen, dan zei een van de eerste die zo'n appartement heeft. Dus daar volgen. Maar er is heel wat voet in naar het verder dat er kwam. En op een gegeven moment ook Henk van Kampen uit Rolte heeft gereageerd op het oproep van De Veste van wie zoekt zorgenbieders. Ja. Want nou, Rozengaren kreeg in contact met Zorgspectrum Het Zand. En die zag wel wat in Levendeveld. Dan hadden we ook gesprek met de voort en ze vonden dat we van nu wel zijn altijd heel ver waren. Ik had geluk dat ik een stukje achtergrond kon ik heel veel vertellen hoe het in elkaar zat, wat ik won, wat de gedachten waren, capaciteit. Ja. En toen heb ze dan later, nog een half jaar, heeft ze door een begroting neergelegd. Waar de vraag tegen ze zetten. Ze heeft drie kwartier praten om te zeggen waarom het niet haalbaar was. En een kwartier van. Toen ben ik verder met aan de slag gegaan. En toen wij een presentatie al hebben over de ontwikkeling door zo, wat nu Brussel is, in overleg met De Veste, kwam Henk van Kampen, vanzelf gepraat, kennis maken. Toen heb ik een heel goed gesprek met haar, de vervolggesprek had. En toen kwam plaats Belang inmiddels ook. En die zei van, ja, wie moet wel meer samenwerken in de zin van gezamenlijk oppakken. En dat is gebeurd. En toen ben ik verder gegaan in de werkgroep, de vierde van de huurzorg Levendeveld. Dat is van de grond te komen. En dankzij ook de registratie, die ik 10 jaar lang volhouden heb, waar onze mensen het Levendeveld naartoe gingen. Welke zorgers, dus welke verplegers, hoeveel. Nou, dat gemiddelde was de 10 in jaar. In 10 jaar lang waren er precies 100. Was voor het ministerie aanleiding om zorg op Raalte, hè, een uitbreiding van de capaciteit te geven. Het was bedoeld van richting Luttenberg met zoveel 30 naar Levendeveld toe. En dus ook konden er ook weer mensen terugkomen. Dat is ook gebeurd. In een hele veld. Dat is gebeurd. En alleen, die zorg nodig aan die in de Rolte kwam. Ja. Alleen, het was op een gegeven moment zo dat er nog mensen wonen die niet direct twee keer wonen verhuizen. Dus moest er in deels gebouwd worden. Dat is jammer, maar ze had die niet meer klokken bij, want uiteindelijk is de financiering later toch weer anders lopen. Ja. Niet meer helemaal intramuraal, maar wel met het volledige pakket thuis. Ja. Maar nu heb je in ieder geval een hele mooie, heel mooie kant, brugsteden. We hebben brugsteden, we hebben danken, we hebben wel zijn ouderen. Alleen, we zoeken nog wel sociale woningbouw, zeg maar appartementen voor senioren. Ja. Er komt genoeg te koop, er zit nog genoeg te koop. En mensen wilden we verhuizen, maar niet kopen. We hebben toen in het kader van het onderzoek van de woonservicegebieden ook woningonderzoek gedaan. En dan bleek dat 80% van de mensen die inschreven stond, en die hebben allemaal u de filter bij dubbel inschreven, soms drie dubbel inschreven waren. Ja. Bij Vertels, Verste, Roosgaarde, het anker zeg maar. Nou, die waren ze dubbel en hoe vullen we het uiteindelijk? 80% had de eigen woning, 20% huurwoning. De wens was 80% huren en 20% eigen. En ik weet, als bij Janssen op die locatie door gebouwd zal komen voor huurwoningen, dit laatste iemand, dan weet ik daar zo 10 aan te wezen. Die wil niet kopen, die wil huren. Nou, en net, dat is nu de volgende stap van misschien nog met bommers in overleg. Ja. En de gemeente heeft het vrijgegeven, dankzij Harry Janssen en Gerda.
Dat die groente vrijgekomen is. Dat door geboord kan worden. En dat is wat nou ontbreekt aan de senioren. Sociale woning bouwen. Maar wel beschut wonen. En beschut wil zeggen eigenlijk in een omgeving waar je niet echt naar buiten moet, maar via een gang verbinding hebt met ja. En nu dus zoals bij de anker, de zaal en bij Brugstede, ja. De Grand Café, zeg maar. In de algemene ruimte. Ja, en ook een stukje sociaal contact hebben we de rest. Hè? De rest. Ook iets veiliger. Ja. Ja. Dat is dan voor de groep die daar net mee kan. Maar de andere groep die kan gewoon naar de muziek komen. Ja. Een verlichte voorziening. Ja. Ja. Nou, de hele, al die... Dat is jullie grootste wens als welzijnhouderen dat er sociale woningbouw komt voor ouderen? Appartementen, beschut worden. In een appartementenvorm. Ja. Ja. En er is dus een mogelijkheid op het trein Janssen, maar dat overleg we nog op. Ja. Ja, de wens van de mensen die het levend veld was, eigenlijk bij Brugstede en Bloornaars te bouwen. Dat is ook nog een optie steeds? Nog steeds een optie. Want die grond is van Vesten? Ja, alleen de Vesten, die heeft het niet meer opgepakt. Die zegt altijd, we gaan daar geen tweede woonzorgcentrum bouwen. Ik zeg, wie met geen tweede woonzorgcentrum hebben, wie met appartementen hebben. Waar mensen kunnen wonen en met zorgen en daarbij is zodanig dat het hier geheel is. Je hebt ook wel eens contact met het ministerie, dacht ik, hè? Hoe ging dat? Ja, dat klopt. Kijk, als je in de thuiszorg werkt, ik kreeg met mensen die een eigen bijdrage moeten betalen, een CRK. Ja. Weet ik niet hoe het in elkaar zat. Maar ze ging wel eens fit nog 5 minuten, hè. En dan denk ik van, goh, is dat zo belangrijk? 5 minuten, wie fit erop? Nou, de mensen, de zorgvrouwers, hulpvrouwers, ja. Worden thuiszorg kwam. Want ze moesten het allemaal registreren, van 5 minuten. Ja. En toen kwam je op een gegeven moment achter hoe zo'n berekening in elkaar zat. En dat leidt me op een gegeven moment toe dat ik in elkaar, ik wil weten hoe het in elkaar zit, kan ik dat zelf ook berekenen. Nou, dan zou ik de regelgeving opzoeken. Want CRK zegt, kom maar naar het ministerie. Het ministerie zegt, ja, kom maar naar het CRK. Maar ik had een bepaalde vraag, want ik kwam er niet uit. Je moest iets berekenen, een uitkomst berekenen van een uitkomst, wat het eindsaldo nog niet bekend was. Dat was in de functie van thuiszorg? Ja, nee, toen was ik al bij welzijnhouder. Oh, hier zo. Ja. Toen heb ik een brief geschreven, mijn klachten die dienden als het ware. Bij het ministerie? Bij het ministerie, dus ik ga al bij te klikken. Nou ja. Dus nou, reageer maar. Nou, toen belde ze op. Sorry, excuses, zo had niet de mut. En uiteindelijk heeft het toen geleid dat het ministerie zei van ja, klopt. Hier hebben we geklikt. Moest niet te veel rugbaarheid naar geen, maar dan komen we te maken met een aantal indicaties doorgegeven, maar eigenlijk niet kon kloppen. De berekening moet worden gemaakt. Maar ze zal het aanpassen. Ik zei, doe me plezier, zeg het dan. Ze hebben stilzwijgen, heb ze je wilde erop volgen, met nieuwe regeling kwam, hebben ze keurig netjes die zaak aan de pas, zoals het ook te berekenen viel. Ja. En daar maak ik nog steeds gebruik van, ook in verband met de wijzigingen, met nu zal ik hulp, die nu soms buiten valt, soms erin, wat ben je voordeel, waar ligt de grens van wel of niet. Dus dat is heel bijzonder. De wet Siebelt, is dat? Ik heb het nooit zo nu. Nou, nu met mijn afvraag. Want gelukkig, in Nimmerveld ons prijs met heel veel vrijwilligerswerk. Ja. Was die vrijwilligers in Ank en Brugstede en was er nou de die waren. Nee. Nou. Nee, maar die doet het ook. Maar ook steeds meer beroepen dan de mantelzorgers. Die moet ook steeds meer zelfstandig dingen oppakken. Ook als mensen nog in het verpleegverzorgingshuis is. Vroeger was dat niet zo. En nu is het in de gaten dat een stukje wel zijn, dat het ook maar komt van de vrijwilligers. Nu is het in één keer belangstelling voor die groep. Nu willen ze allemaal binnenhalen. Op zich is een goede zaak. Ja. Maar ja, het legt wel een druk op de vrijwilligersbestand. Ja. En ik kom allemaal door de bezuiniging. Ik zei gisteren nog tegen iemand ook van andere organisaties in Nimmerveld, in de gemeente, van de bezuiniging levert altijd wat op. Hoe bedoel je? Ja, werkloosheid. Nou, en als mensen in werkloosheid de wet komt, nou, hoe kun je ze hun dan weer een nieuw werk bieden? Ja. Nou, ook het gebeurt. Ja, daar is Nimmerveld ook leuk mee bezig. Ja, zeker. Ja. Nou, maar dan betekent het per april dat je zegt, je bent ook vrijwilliger, maar je zit de hele week door op dat pand in de mozaïek. En per april, dan gooi je er helemaal mis op. Dat is wel de gedachte.
Zonder, als dat lukt, is vers 2. Ik zou zeggen, joh, je doet de koersbol, of vanavond doe ik dan dit, vanavond doe ik dit, net vandaag. Ik heb wel gezegd, van misschien is het goed dat we weer meer van de trefkoel hoeven nodig. Ik zou zeggen, op een gegeven moment moet je zeggen van, nou, ik wil nog best op achtergrond wat doen. Als je nodig hebt, wel mee maar. Maar en mijn joh, gewoon een paar maanden misschien helemaal niet laten zien, heb ik gezegd. Nou, zeg ik, dat kan ik best adviseren, dat valt goed. Ja. Dus ik heb ook gezegd, van misschien moet niemand van de voet lopen, want iedereen doet het op zijn eigen manier. Ja, zeker. Ja. Zoals iedereen kan het is... niemand doen, want je hebt zoveel tijd en ziel en zaligheid in gelegd. Dan kun je van een opvolger niet eens groot. Nee, maar misschien hoeft het ook allemaal niet. Nee. Ik heb ook mijn eigen manier van aanpakken. Manier van aanpakken, manier van doen, manier van werken, manier van invullen van en dingen zien. En door aandacht aan willen besteden, tot misschien anderen te zeggen van, ja, maar dat ga ik niet doen, dat hoeft niet. Dat valt ook niet binnen mijn takenpakket. Simpel als je zegt van wat jullie doet, moet je dat helemaal niet doen, want jullie doen het van de verder. Dalia Corso, hè, ben je ook nog druk mee geweest? Want de Vogelaarstraat had een eigen wagen. Klopt. En daar was je ook een centraal punt in, hè? Ja, het heeft een paar jaar. Het eerste jaar was de Vogelaarstraat niet meer. Toen waren een paar anderen. Joben Kamp was er heel de motor daarin. Eerst een paar jaar opgepakt, toen waren we nog niet zo actief. En op een gegeven moment zei ik, joh, mag ik ook een ander doen? En toch met een aantal mensen een werkgroep in vorm. En daar hebben we heel lang gedaan. En we hebben een grote tent hier achter het laad. Hier is het gelukkig via, ja, via de hele paar scholen komen we daar naartoe. Ja. En daar hebben we heel wat uur in zitten. En we hebben een eigen Daliaveld. Nou, dat was een groep die in Italië veld door ondergehaald, maar dat ben nou gelijk van de jaren, ben er ook allemaal veel minder. En de overbuurman, ontwijking, en ik heb toen veel uren in zijn, samen met Sander Boerkamp, echt een jonge man, die was er wild van. Hebben jullie nog wat met de Vogelaarstraat? Nou, heel vaak de laagste priest. Heel veel laagste priest? Laagste priest, ja. Ja, dat moet ook iemand doen voor gewoon natuurlijk. Ja, klopt, klopt. Van die dat jullie kleine steun die hebt, precies. Ja, ja. Was die altijd leuk? Meedoen was belangrijker dan deelnemen. Ja, Olympische gedachten. Ja. Maar wel gezellig. Het was gezellig, maar ook laatst was het niet altijd wat mossen, hè. En toen bleef mijn beiden zo over. Oh ja. En toen was het allemaal noodwerk, ook nog door. Dan ging ik fietsen, spullen, noem maar op. En nou, het moest af. Op een gegeven moment kwam het zover. En toen dacht ik, nou, als ze deur ik kreeg niet kloor. Het is allemaal weer kloor komt. Ja, maar de druk was steeds hoger. Ja. Ja. Dus hier was eigenlijk ook wel medereden. Dat, en dat zijn ze gewoon alles in dat Dalia Corso op een gegeven moment kon het niet meer. Nee, natuurlijk. Toen nog een enquête om in andere straten om dat samen te doen. Oh ja. Nou, ik kwam er ook niet uit. De jongen, als ik niet begin, dan moet ik op die stop. Ja, op stop. Ja, nou, dat doen we dan. Er was wel kaal in het begin. Ja, dat ben ik erg wel. Ja, vooral het eerste jaar, maar later niet meer hoor. Nee. 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 Zo kaal zal het straks ook wel worden als je met de school stopt. Maar dat bent ook weer. Nou, er is er een die door in de school zit en zegt, ik heb nog werk zat voor doen. Toen ik met de fut ging zeggen. Ik kreeg een nieuwe baas. Ja, toen ik met de fut ging zeggen. Ik heb nog met 10 jaar werk vroeg. Okay. Ik zeg maar, nu ik er 10 jaar over doe. Het is nog geen af. Ik wil u als laatste antwoord nog inbrengen. Als ik nou hier in Limmelveld kijk, ik ken heel Limmelveld. Van geboorte tot een verenigingswerk enzovoorts. Als je nou iemand of een organisatie een pluim zal munnen geven, behalve voor natuurlijk hoe lieve die, wie wordt denk je dan aan? Dat is een mooie vraag. Het antwoord is niet makkelijk te geven. Ze zeggen, wat is een moeilijke vraag? De vraag is niet moeilijk, maar het antwoord is vaak wat moeilijker. Ja, dan kan je aan de organisatie denken en dan denk je van elke alle vrijwilligers die zich inzet hebben, ja, die zou je allemaal een pluim moeten geven. Sommigen kregen een pluim in de vorm van een lintje, en anderen die hebben misschien wel lintje verdiend niet gekregen. Dan zit, denk je toch van mensen die wat presteerd hebben. Die wat betekent dat voor Limburg. En ik begin wel, die binnen misschien niet meer. Ik heb eens gezegd, toen ik nog in Ommerbergen, toen mocht ik
een schilderij kiezen. Toen zeg ik wel eens van, noem ik dat schilderij niet uit. Dat was een schilderij waar mensen aan het werk waren. Ze hebben een domme best verdiend. Er zijn een aantal mensen in Limburg, waar ik dan ook mee te maken met heb, die soms een uitspraking doet, waar je toch in de gedachten houdt. Je zegt, Anton, pas op de presidentenschappen. Wanneer je de vraag stelt van, wie zou ik pluim willen geven, dan zal ik die man, die wie des verteld heeft, die pluim willen geven. Hebben we nog goede donen? Hij zal wel de dingen niet goed gedaan hebben. Dat vond ik wel leuk als die man die zegt, pas op tegen je president, dus heb, want als je die vurker geeft, boomnamen, dan kun je scheef een gezicht in krijgen. Je houdt rekening mee dat niet iedereen alles kan betalen. Nee. Houd er rekening mee. Ja. En is het dan ook omdat je geen president wil scheppen, omdat je de naam nog niet genoemd hebt? Ik heb de naam al genoemd. Ja, misschien stiekem meer een eerder verhaal, maar niet. Ja, dat klopt. Wim Baarslag. Ja. Ja, die heeft niet dat te zeggen. Ja. Dat blijft me toch altijd niet. Ja. Nee, maar dat is heel leuk. Dat is toch leuk. Dat sommige mensen, kun je van leren. Komt op een pad en die ontholing. Ja, net zoals vroeger, toen ik bij de vloedstrijd werkte, zei ook een Tony Diepman, die zit er nooit aan. Al die zegt, van die jongens, van die meisjes zeggen, daar leer je het meeste van. Daar ging ook met stagiaires. En van fouten, daar leer ik het meeste van. Ja. Dat ben ook van die uitspraken. Hè? Van, als je maar zien wilt, als je maar wat wilt doen, zo'n boekje, hè, leer je niet zo goed als van fouten maken. Nee. Heel mooi. Dankjewel. Het lijkt me een mooi moment om af te ronden, Anton. Ja. Ik wil u erg bedanken. Je hebt heel veel verteld. Van 1944 tot 2016. Ja. Je bent nog heel levend kunnen vertellen hoe het ging. Militaire dienst, school, etc. En tegelijkertijd zit hij nog midden in de actualiteit van de WMO en de decentralisatie en alles wat ermee samenhangt. Je hebt een hele interessante loopbaan eigenlijk gehad, hè? Van Timmerman en kantoor en Kindermuiden en Ommen. Engel. Engel. De zusters. Ja. Yeah. Erg leuk dat je ons dat wilde vertellen. En ik denk dat een heleboel mensen dat ook nog niet wisten van hem. Die kenden we natuurlijk allemaal, met name via wel zijn ouderen, of de Dalia's, of Caritas, of weet ik wat je allemaal gedaan hebt. Maar erg bedankt, ook namens hen. En ik wens hem natuurlijk samen met die heel veel gezonde jongen, die met nog 10 jaar thuis werken. Heb je net verteld? Ja. En ik kan ook in die 10 jaar komt er nog meer werk bij. Ja. Dus die denkt niet dat die overspeld is. Die heb je echt nodig. En ik gun ze ook. Ja, nou ze zeggen gewoon, dan ga je zeggen, vallen op vakantie. Nou, ik ga dit jaar gewoon voor de 20e keer in de stad in Zeeuws-Vlaanderen op vakantie. Oh. Daar boven toevallig mee aan 12 komt te zitten. Ja. Die varen op vakantie naar Tsjechië. En de busreis bevult nu prima. Ja, maar dan kun je onderweg nog een keer slapen. En hoe je die op te letten. We zetten daar een jong stel in één hoek en mij in een andere hoek. En toen kwam de chauffeur binnen en zei van, goh, ik heb hier een stel, ook 2 stel, die gaan bij elkaar aan het halen. Ben je bereid om bij elkaar te gaan zitten? Wil je erop je aangezien? Maakt ons niet uit. Die kennen ze maar en die komen ze in Zeeuw-Vlaanderen. En nu is het zo verder gegaan. In januari onze cursus kenbaar maken. Dan die mailt aan de gunderij, hun mailt weer terug. Yeah. En dan zoek ik weer uit en soms ligt er een zelde vakantiereis in het verschiet. Nou, dan pak ik weer het op. Leuk. En dan ga ik een met jou naar elkaar toe. De ene jaar komt ze hier, de andere jaar komt ze, ga ik weer door naartoe. En dat is hartstikke leuk. Ja, ik ben hele leuke mensen, ik past een beetje, ik ben 40 jaar jonger dan ik ben. Maar, ja. Maar je ziet ze eigenlijk één keer bij jou komt ze hier, ga je door en verder op vakantie. Ja. Ga je al die samen. Ja. Nou, en dan in veel jaar probeer ik elkaar even een telefoon te krijgen. Ja, ja, even alleen. Die begint dan met de buurtvrouw, met de computer. Dus, Nou, dat is ook wel leuk. Heel bijzonder. Ja. Ja. Valt goed. Goed zo. Mensen zien ons bijna als peerbreurs. Dus ze zijn peerbreurs van elkaar.
Nee, dan zaten ze achter ons, allebei wilden knikken op met een koude kap. Wat een geluk dat TV Dalsen op internet zit en ook door te ontvangen is. He? Dus dan kunnen ze dat ook nog eens meemaken. Familie, ja, ja. Hoe heet ze? Zeis. Familie Zeis? Hanny en Nelly Zeis. Hanny en Nelly Zeis, ook namens TV Dalsen, hartelijke groet. En graag tot de volgende keer. Geweldig. Goed? Mooi.